Doe wat meer voor de zwervers. Er zijn veel zwervers. Snap je? Ze dansen voor 2 euro en zo. Die dingen gaan te ver. Doe wat meer, mevrouw. Daar is ze dan, de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Carola Schouten, wat vindt u ervan? Ik vind het helemaal geweldig. Ja. Ja. Nou, het is een vrouw en de sfeer is even vernieuwend. En ze komt uit Rotterdam, ze woont in West, ze weet van de hoed en de rand. Ik wist niet dat ze al heel erg lang in Rotterdam woont. Ik begreep 35 jaar in een wijk Spangen. Dus dan weet je wel iets van de stad Rotterdam af. Nou, een hele leuke beide handen vrouw. Je ziet nu zwart, sorry. Oh. Ga maar even weg, jongens. Kom op, zeg. Nee, ik ben jou wel. Mag je weg? Dit is niet de nieuwe burgemeester, hoor. Gelukkig niet. Ik vind alles prima ook oké, toch? Zolang ze alles maar netjes houden. En dat fouilleren een beetje naar beneden gaat ook. Ja, word je vaak gefouilleerd, hè? Nee, vroeger wel, man. Maar ja, toch. Ik hoor nog steeds, het is een grote last. Ze was ooit minister van Landbouw, ze was ooit minister van Armoedebeleid. Beide namens de ChristenUnie en nu dus inderdaad jullie eerste vrouwelijke burgemeester. Wat maakt haar zo geschikt volgens u? Nou, dat ze sociaal bewogen is, dat vind ik wel heel belangrijk. Dat ze rekening houdt met minder bedeeld in het leven. Zij zijn goede vrouwen, maar zij zijn ook slechte vrouwen, snap je? Maar je moet wel mentaal sterk zijn. Snap je? Daar gaat het aan het einde van de dag allemaal om. Als ze tippen aan Abu Talib, denkt u? Ik denk het wel. Abu Talib vond ik een geweldige burgemeester. Die voelde de stad perfect aan. Weet je, Abu Talib heeft ook in het beginsel heel erg hebben we aan moeten wennen. Dus ik denk, ja, weet je, kijk, Rotterdammers kijken altijd de kat uit de boom. Eerst zien, dan geloven. De andere opties die er lagen, vond ik ook allemaal wat discutabel. Hugo de Jonge, bent u blij dat hij het niet is geworden? Oh jee. Gelukkig niet. Okay, nee, ja, ik heb persoonlijk niet zoveel met hem. Nee, okay. En iets te populair, veel praatjes. Ik heb liever gewoon daadkracht. Nou, Hugo de Jonge, die heb ik zelf een keertje meegemaakt op een stembureau. Okay. En die kwam daar met een legitimatiebewijs aan met gaten erin. Ja. En dat was toch wel een bijzonder geval, moet ik zeggen. Dus ja, ik heb hem niet heel hoog misstaan daarna. Wat moet burgemeester Schouten straks nou doen om Rotterdam volgens u beter te maken? Doe wat meer voor de zwervers. Er zijn veel zwervers. Snap je? Ze dansen voor 2 euro en zo. Die dingen gaan te ver. Doe wat meer, mevrouw. Dit is een stad met heel veel nationaliteiten. En bijvoorbeeld morgenavond Nederland-Turkije. Dat zou alweer eens... Bijvoorbeeld iets kunnen zijn waarbij de zaak een beetje ontploft. En of zij dan precies de juiste persoon is om dat soort zaken met de politie samen in goede banen kan leiden, dat vraag ik me af.